Digmar. En vandaag twee mannen in de studio die het draaien heel af en toe uitbesteden aan onze koning Willem-Alexander. Een van die keren was tijdens een gig in Chicago. Je kunt ze kennen van tracks als Come Follow, Firefaces, maakt een track nog samen met Nicky Romero. En een van de twee mannen die hier in de studio is, mag zeggen dat hij een topmodel als vriendin heeft. Lekker leven dus. Mag ik een groot applaus voor Senator James en Ryan Marciano in de studio. Wat een aankondiging. Goedenavond, man, hè? Ja, goedenavond, dankjewel. Ja, klopt het een beetje wat ik zei? Ja, enige vriendin is vrouw, hè? Vrouw, ja. Sorry, dat moet je wel een beetje corrigeren, want anders krijg je problemen thuis. Is ook zo. Ryan, het moet voor jou een eerlijke tijd zijn, jongen. Want in september kreeg jij een baby. Ja, klopt. Jij en je vriendin. Ja. En ik denk dat het inmiddels zo rond de periode is dat die baby jullie niet meer 's nachts wakker houdt. Nou, dat zou je denken inderdaad. Maar het valt de rest tegen. Schrijf het niet. We zijn misschien 3 dagen geleden teruggekomen. 2 dagen geleden. Gisteren zijn we teruggekomen. Ja, zie je? Dat bedoel ik al. Zo gaat die nacht. En hij is een beetje grieperig. Dus hij is de hele dag en nacht een beetje, die maakt een raar geluid. Oh jee. Net alsof hij vastloopt, zeg maar. Sunny, heb jij hem nog tips gegeven? Ik heb hem tips gegeven, ja, zeker. Gewoon afwachten, komt vanzelf goed. Ja, want jij en Duits hebben nu 2 kinderen. Ja, en het begint eindelijk voor ons weer relaxed te worden eigenlijk. Dus ja. De derde die kan er ook wel... Nog even niet. Hey, merken jullie nou dat jullie een rustige lifestyle hebben gekregen, omdat jullie nu ineens vader zijn? Rustiger, zei je dat? Ja? Rustiger? Nou, dat zeker niet. De lifestyle dan? Misschien wat minder rock'n'roll of zo? Je hebt wel meer, balans, zeg maar. Je werk wordt nu wel echt je werk. En waar je normaal gesproken misschien wat langer op een plek bleef omdat je toch niks had en geen verantwoordelijkheden had, bleef je dan wat langer in Miami of in New York. En nu keer je gewoon snel terug naar je familie. Je wil niks missen van je kinderen. Het is niet zo dat jullie nog elke avond met 6 flessen vodka in je mik... Ik zeg dat het nooit gebeurt. Ja. Maar dan moet je dat wel een beetje plannen. Dan, heb ik nodig. Ik had eigenlijk vanavond wel normaal gesproken op het Leidseplein moeten staan om te kijken wat er te doen was. Maar helaas, ik ben gewoon thuis. Of ik zit nu hier een beetje gezellig met jullie natuurlijk. Ik ben ook een beetje thuis, toch? Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Absoluut. Hey, rustiger qua lifestyle dus in ieder geval wel. Maar als ik dan in die agenda kijk, dan zie ik daar Dubai staan, Frankrijk, Miami. Ja, onze agent heeft het nog niet echt... nee, die maakt het alleen maar drukker eigenlijk. Daar zijn we blij mee. Maar het is gewoon... Je moet wel blijven doorwerken. Ik bedoel... Het is toch ons werk. Hebben jullie wel een agentje doorgegeven dat jullie kinderen hebben inmiddels? Ja, hebben we doorgegeven. Okay, dus we hebben 1 keer per week vrij. Dus dat scheelt weer. Hey, en dan zat ik ook te kijken naar Miami. En daar gaat iets bijzonders gebeuren. Want jullie eigen poolparty, jullie eigen feest gaat daar plaatsvinden. Ja, vorig jaar is het eigenlijk met de promotor in New York begonnen. We hadden zoiets van, willen jullie een poolparty doen? Dat is 3 weken voor Miami. Ja, we hebben nog maar 3 weken. Ja, maakt niet uit, laat mij het doen. En ik zorg dat het goed komt. Dus wij ja gezegd. En na we dat ja gezegd hadden, dacht, what the fuck doen wij? Moeten we nog een zwembroek zoeken? 3 weken, DJ's boeken. En ja, je hebt gewoon super moordere concurrentie natuurlijk in Miami de Poepas. Nou, we waren binnen 10 dagen uitverkocht. Ah, wat gaaf. En dat was, we hadden heel veel aanhang van uit Miami, New York. En dat vergis je dan in. En dit jaar hebben we het aangekondigd. En op de eerste dag zagen we al van, wauw. Ja, dus is dat nou ook een moment voor jullie waarop jullie even extra jullie zelf laten zien? Absoluut, tuurlijk. Vooral op zo'n feest wat je jezelf... je hebt een concept sexy beneden, ben je aan het bouwen. Dus je hebt een bepaald idee erachter, filosofie. Mm-hmm. En dan ga je wel wat dieper. Waar we eigenlijk nooit echt voorbereiden op een set. Mensen aanvoelen van, oké, dit wil het publiek. Gaan we nu allemaal nadenken van wat we willen draaien. Weet je? Dus meer van, oké, dit eerste uur doen we dit, tweede uur dit. En daar denk je er wel meer over na. Dat je wel iets wil, het merk wel body wil geven. Niet van, het is maar een Sunder in Rijn set. Hetzelfde wat ze altijd doen. Weet je? Dus het is wel een andere benadering. Welke namen komen er nog meer langs op jullie feestje? Tot nu toe mogen we zeggen, we hebben Kreider en Tom Starr. We hebben Michael Calvin. Oh, tof. Waarschijnlijk Steve Angelo komt weer langs. En we hebben natuurlijk gasten die gewoon langskomen. Zoals Alesso, die belooft om langs te komen. Nervo. En ja, het is gewoon één gezellig feest. Iedereen in zo'n heel kort zwart zwembroekje? Hopelijk wel, ja. Steve Angelo ook? Ja, iedereen. Volgens mij komt... je kijkt weer iets geïnteresseerd. Ryan is van de strakke zwembroeken, toch? Ja, klopt. Ja, Miami sowieso. Ja? Ja, volgens mij trouwens komt Hartwell is vorig jaar ook terug langs geweest. Ja, die moet eens een strakke zwembroek. Maar die blijft altijd veel te lang hangen ook. Ja, en daar gaat het van. Over Hartwell gesproken. Ja. Is een Nederlandse baas, eindbaas in de dance scene. Ja. En we hebben hier de hele week de Dutch Dance Days. Ja.
houdt in dat we alleen maar Nederlandse producties draaien. En ook de reden dat we jullie even weer gezellig hebben uitgenodigd. Want wij zijn trots op Nederland. En nou heb ik aan Oliver Heldens gevraagd van... wat is jouw grote Nederlandse superheld voor hem qua dance en DJ? Die was hier maandag. Ja. Dat was Chocolate Puma. Yellow Claw was hier gisteren. Die kwam met Reback aanzetten, Afrojack. Ja. Als we nou aan jullie vragen, wat zijn voor jullie echt Nederlandse helden... qua DJ's en dance of producers? Toen we echt in de clubs gingen hangen om te luisteren naar muziek... was het, ik kan het nog gelijk zeggen, Roog en Erik I. Dat waren voor ons wel de mannen die het voor ons echt... Ja. Ja, daar hebben jullie ook echt heel veel inspiratie uit gehaald. Absoluut, als DJ's en als producers en natuurlijk Chocolate Puma, absoluut. Ja, voor mij elke plaat die ze uit hebben gebracht, hebben wij gedraaid. Dus in die zin... Maar het lijkt mij dan ook moeilijk, want als jij dan zo'n voorbeeld hebt... dat je moet oppassen dat je niet dezelfde stijl gaat toepassen in je tracks. Dat was met Roog, was dat in het begin. Dat ze horen mensen van, oké, deze jongens zijn geïnspireerd door Roog. Maar we hebben wel een eigen draai eraan gegeven. Heel veel tribal beats erin gedaan. En wat meer progressive sounds aan toegevoegd. Wat wij vet vonden. We werden ook erg geïnspireerd door de Zweden destijds. Door Steve Angelo en Grosso en Exwell. Die drie gasten die ook wat betekend hebben in de dance scene. Mm-hmm. En dat hebben we een beetje gecombineerd met onze eigen stijl. Dus als wij... Hopelijk als we draaien horen mensen dat gelijk. Dus is hard werken. Dicht bij jezelf blijven soms ook moeilijk. Want... Ja, mensen pushen je wel bepaalde richtingen. Ja. Maar als het niet voor jou is, moet je dat vooral niet doen. Vooral dicht bij jezelf blijven. Kijk, en mensen gaan nu horen of ze de eigen stijl horen van Sanery James en Ryan Marciano. Dus ze zijn hier in de studio bij Slam. Toch een beetje druk meegeven? Ja, sorry. Ja, en nu is het tijd om los te gaan. Genoeg geluld, we willen naar een setje toe. Hier check je het setje. Ga lekker los, klik erop, hier ga naar het setje toe. Wil je meer setjes zien? Dat kan, dat ben je van ons gewend. Hier staan alle setjes die we hebben gehad. Ondertussen altijd even een duimpje omhoog geven en hier abonneren.